Het is vrijdag 15 april. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. 168 balkons in Hillegersberg onveilig. Oceaanreus bezoekt Rotterdam. En achter de tralies vanwege naaktfoto's. En hier alvast kort het weer, Ed Aldus. Zaterdag is een wisselvallige dag met veel bewolking. Soms komt ook de zon tevoorschijn. Ja, en verspreid over het Rijnmondgebied moet rekening worden gehouden met een aantal buien. De maximumtemperatuur komt uit op 11 graden landinwaarts, 10 graden langs de kust. En dat bij een meestal matige wind. Zometeen kom ik bij u terug en dan natuurlijk met de verwachting voor de komende dagen. Ja, zo kwam vanmorgen de Ovations of the Seas Rotterdam binnenvaren. Een splinternieuw 350 meter lang cruiseschip met plek voor 4000 passagiers. Rond 10 uur vanochtend kwam het de nieuwe waterweg afzakken richting Cruise Terminal aan de Wilhelminakade. En daar stonden zoals gebruikelijk de Rotterdammers iets wat opgewonden te wachten op de aankomst. Omdat ik dan toch Rotterdammer ben en gek ben van deze stad en dit gewoon wil meemaken. We hadden erop willen zitten. Dat is echt. Ik ben uit verder gekomen als pontje bij de Sluisse Zijk en hier naar Gaten terecht. Na de aankomst vond binnen de Key en Plek ceremonie plaats. Diverse diensten overhandigden geschenken. Zoals de directeur van het havenbedrijf. Daarvan kreeg de kapitein van het schip een schildje. Zelfs op een modern schip als dit is er toch, laat de maritieme historische gelden. En eigenlijk betekent dat de eerste keer dat een schip een haven aandoet, dan krijgt hij van de havenautoriteit krijgt hij een schildje, een plek, met daarop het logo van de haven Rotterdam, het havenbedrijf. En dat geeft dan aan de kapitein als een soort welkom. En uiteraard heeft de kapitein dan weer een mooie plek voor de havenautoriteit. En hetzelfde heeft hij gedaan met de voorzitter van het loodswezen en de roeiers. En dan is er een rondleiding door het schip voor de genodigden. De Ovation of the Seas is kleiner dan de eveneens in Duitsland gebouwde Harmony of Seas. Maar ook op de Ovation is alles. En dat betekent alles. En als ik zeg alles, dan bedoelen we alles. De aankomst vandaag is de start van het cruiseseizoen met in de maand mei maar liefst 16 schepen. En dat belooft wat te worden voor de rest van het jaar en 2017. Het hele jaar dit jaar krijgen we 62 scheepsdagen. En volgend jaar wonen het er meer, hè? Dat is nu al duidelijk. Volgend jaar hebben we voor 83 dagen geboekt staan. En dat is vooral goed voor Rotterdam, want vandaag namen even 4000 toeristen bezit van het centrum van de stad. En voor wie deze gigant gemist heeft, volgende week dinsdagochtend komt er weer een groot cruiseschip naar Rotterdam, de Aida Prima. Onveilige balkons in Rotterdam-Hillegersberg. Woningbouwvereniging Onze Woning is vandaag begonnen met het stutten van 168 balkons van portiekwoningen. Uit onderzoek blijkt dat de balkons niet stevig genoeg zijn. Een brief op de deur bij alle complexen waarvan de balkons niet veilig zijn. Ik woon hier op de hoek, beneden. Ja. Dat is even schrikken dan. Nou, inderdaad, ik was wel een beetje perplex dat dit zo gevaarlijk was. Woningcorporatie Onze Woning heeft alle huurders laten weten dat ze hun balkons tijdelijk niet op mogen. Er is iets mis met de constructie. Er is onvoldoende draagvermogen, om het zo maar eens te zeggen. De wapening van het beton, dat matje wat je vaak ziet liggen in beton, dat ligt onderop in plaats van bovenop. Waardoor de berekening van het draagvermogen anders is en daardoor een onveilige situatie ontstaat. Ja. Hoe lang is dat al zo dan? Vanaf de oplevering, dus al vanaf de jaren 50. Maar dus eigenlijk hebben die mensen dan al die jaren op onveilige balkons gezeten? Onder de veiligheidsmarge die we in Nederland hanteren, klopt. Sinds 1 januari is een bouwkundige inspectie van balkons van complexen van voor 1975 wettelijk verplicht. Deze wet werd ingesteld nadat balkons in onder meer Leeuwarden waren ingestort. Onze woning inspecteerde 300 balkons, 168 daarvan blijken dus onveilig. Je vertrouwt dat je gewoon een veilige woonomgeving hebt, ja. En nu kwamen ze er toch achter dat het niet zo veilig is. Is toch geen fijn idee? Ja, nou. Ik kom eigenlijk weinig op mijn balkon, dus ja. Vind je dat nu een onveilig idee dat je dan... Nee, niet. Nee. Nee. Ik heb nou niet zoiets van dat we nou zo hier staan dat ik ineens naar beneden zak, hoor. Dat niet. Nee, toch? Meteen vandaag is begonnen met het stutten van de balkons. Een permanente oplossing volgt deze zomer. Dan worden kolommen geplaatst.
De Bimbo-box van de V&D blijft toch in Dordrecht. Waar restaurant Het Bevertje aan de Johan de Witstraat heeft hem gekocht. Twee kwartjes bij me. Ik weet niet of de stekker erin zit en ik weet niet precies hoe die werkt. De aapjeskast hoort bij de inboedel van het failliete Vroom en Dreesman en moest verkocht worden via een veiling. Een reddingsactie van particulieren liep op niets uit. Het café heeft de Bimbo-box nu voor ruim 33.000 euro gekocht. En dus kan de kast alsnog in Dordrecht blijven. En zometeen in Rijnmond Nieuws, de herinnering van een Rotterdams bleekneusje dat in de oorlog mocht aansterken op het platteland. Als ik hier loop, huil ik altijd. Ik kan er niks aan doen, altijd. Het is hier gewoon wat. Een veilige plek. Het verhalenhuis Belvedere in Rotterdam-Katendrecht brengt het bijzondere verhaal van het fotografenduo Wally Elenbaas en Esther Hartog. Zij overleefden de oorlog op een zolderverdieping op de Kaap, maar werden daarna opgepakt vanwege de naaktfoto's die ze maakten. Vanaf vandaag is een tentoonstelling te zien over dit stel. Nou, ik vind deze serie die hier hangt vind ik echt prachtig. En kijk, en ik ben niet alleen maar van foto's. Foto's moeten ook wat vertellen. En je zou denken onschuldige naaktfoto's, toch? Maar in de jaren 60 word je ervoor opgepakt. Ja, de zedenpolitie is binnengevallen. Die hebben alle negatieven in beslag genomen. Hij neemt de schuld op zich om haar in bescherming te nemen. Maar Wally is gevangen gezet. Hij heeft vooral de schuld op zich genomen. Want hij dacht dat Esther totaal gek zou worden in die gevangenis. Omdat zij in de oorlog natuurlijk eigenlijk ontsnapt is aan de razzia. Dus dat hele oorlogsverleden, die Joodse kant vooral, die maakte dat hij haar beschermde zijn hele leven lang. En op deze plek heeft Esther als Joodse vrouw de oorlog overleefd. In dit huis hebben ze een onderduikadres gevonden. En omdat Katendrechters voor hen zorgden en dat Esther verborgen bleef, zijn ze altijd hier gebleven. Ja, dus dit is haar broer, de jongste broer. Dit is ook Esther. Dit is zijn zus. Deze twee zijn zussen. Die weten we niet. En dit is ook een broer van haar waar ze heel veel mee optrok. En die zijn allemaal in de oorlog omgekomen? Ja, deze zijn allemaal in de oorlog omgekomen. We hebben zelfs hier gezinskaarten gekregen waarop staat wanneer ze naar Auschwitz zijn afgevoerd. De geschiedenis van deze naaktfoto's gaan over een oorlogsverleden, maar ook over een liefdesverhaal. Vanuit de gevangenis schrijft Wally vele brieven aan zijn Esther. Zaterdagochtend, S. Een week en een week en een week. En eens ben ik weer bij je. Waar ben je bij het samenstellen van deze tentoonstelling over dit fotografenduo door getroffen? Nou, vooral over dat hele intieme naar elkaar toe. Dus hij schrijft aan haar bijvoorbeeld ook op 10 mei, weet je nog, S, het geluid van boven, van de angst, maar ook van het geluid van niks, van de stilte in elkaars armen. Dus dat hele oorlogsverleden zit erin en toch ook die hele intimiteit van met elkaar zijn en liefde voor elkaar hebben. Er hebben zich al meerdere kopers gemeld voor het opgedoken capitulatiedocument van Rotterdam uit 1940. Gisteren werd bekend dat onderzoeksjournalist Groeneveld het document heeft gekocht op een veilingsite. Diverse Rotterdamse instanties, zoals het gemeentearchief, hebben laten weten het te willen hebben. En ook burgemeester Abu Taleb zei dat hij hoopt dat Rotterdam het document krijgt. De journalist wil er een onbekend bedrag voor hebben en zegt dat zich al belangstellenden hebben gemeld. Het seizoen voor Feyenoord zit er bijna op, Dennis van Eersel op de redactie. Morgen tegen FC Groningen kan het al klaar zijn. Ja, als Feyenoord zelf wint en AZ en Heracles doen dat niet, dan verzekeren de Rotterdammers zich van Europees voetbal volgend seizoen. Dat was op voorhand de doelstelling. Maar of ze er nou echt blij mee zijn in de Kuip, dat valt te betwijfelen. Omdat Feyenoord natuurlijk veel meer had kunnen halen dan alleen zo'n derde plek. Denk terug aan die ineenstorting na de winterstop, toen er geen enkel punt meer gepakt werd. Vandaag sprak trainer Van Bronckhorst vooral over die fase van de competitie. En noemde die het vertrek van Kazim als een van de belangrijkste factoren voor die ineenstorting van destijds. Nou, het was natuurlijk wel een iemand die duidelijk aanwezig was en bepaalde jongens ook in de groep meenam, ook heel positief in het aanmoedigen. En als zo iemand dan wegvalt, ja, dan is er een andere hiërarchie. En dan moet je weer even zoeken naar de juiste hiërarchie, omdat er één weg is. En dat heeft er wel voor gezorgd dat er even onrust was, ook in het team zelf. En
Alleen dat zijn natuurlijk al een aantal dingen meer gebeurd en wat je ziet. Dus het is niet, denk ik, de reden, maar wel als je alles naast elkaar zet, heeft dat wel erin bijgedragen. Maar ik ben blij dat we daar uit die periode uit zijn gekomen. En als team en als, zeker als groep de lijn naar boven weer hebben te pakken hebben gekregen. En ja, dat zie ik wel als positief in de ontwikkeling van het team. Ja, Feyenoord morgen dus tegen Groningen. Maar ja, die resterende eredivisie-duels die zijn natuurlijk niet zo belangrijk als de bekerfinale volgende week zondag tegen Utrecht. En daarover is er nieuws voor Terrence Congolo. De linksback lijkt namelijk toch op tijd fit te zijn om volgende week te kunnen spelen. Dankjewel, Dennis van Eersel. En straks is er weer onze talkshow FC Rijnmond met Etienne Verhoef. En Etienne, me dunkt dat er genoeg te bespreken valt. Nou, deze week zeker. Het kampioensfeest van Sparta gaan we zo meteen uitgebreid bespreken met Jan-Dirk Stout en Martijn Krabbedam. Want dat is natuurlijk een mooi moment deze week geweest. We gaan ook praten over de kopzorgen op Woudestein. Want Excelsior heeft het moeilijk. We praten over Feyenoord op weg naar die bekerfinale. Kortom, genoeg te bespreken zometeen met deze twee mannen. Dankjewel. Tienduizenden kinderen uit Rotterdam werden tijdens de Tweede Wereldoorlog opgevangen in Noord- en Oost-Nederland. En om iets terug te doen voor die gastgezinnen wordt daarom in Rotterdam dit weekend een bedankweekend georganiseerd. Onder andere voor de Achterhoekse familie Tus. Een toen 8-jarig meisje uit Rotterdam mocht aansterken bij deze familie. Hey! Hoi! Dag Tine! Dag Mattie! Hey! Veel schieten en bombarderen. Ik woonde op het Noordereiland in Rotterdam. En daar hadden we links en rechts hadden we een brug. Dus wij woonden op een eiland. En die waren dikwijls, gooiden ze dicht, die Duitsers. Kon je er niet meer af, je kon er niet meer op, je kon nergens meer. Je kon niet naar Rotterdam-Zuid en je kon niet naar Rotterdam, naar de stad. Dus het was heel gevaarlijk om daar te wonen, want de kogels die vlogen rond je hoofd. Miep wordt door haar vader opgegeven voor de tijdelijke opvang in de provincie. De kerk regelt een adres, de boerderij van de familie Tuus. Ze voelt zich er direct thuis, al werden er soms wel wat grapjes uitgehaald met het stadse deerne uit Rotje Knor. Ik ging altijd met Jan mee naar het land. En toen reed hij met de gierwagen. Toen zegt hij, gaat er maar achterlopen. Dus ik ging erachter lopen en trok hij die klep open. Kun je je voorstellen hoe ik eruit zag? Dus ik kwam thuis op de boerderij van het land. Nou, zijn zus die schrok er eigenlijk, dat weet niet wat. Die zei, wat is er met jou gebeurd? Ja, Jan zegt, gaat er maar achterlopen. Dus ik zat helemaal... Daar was zijn zus niet blij mee van zijn zus. Soms moest ik even rechts zetten, want ze denken dat ze alles kunnen. Gods. Maar ja, het interesseerde me niks. Foto's uit de oorlog zijn er niet meer, maar Miep komt al 60 jaar bij de familie Tuus over de vloer. Oom en tante, zoals ze de boer en boerin altijd noemden, zijn overleden. Ook zoon Jan, met wie ze tijdens haar verblijf in de Achterhoek veel optrok, is er niet meer. Het is natuurlijk, wij zijn opgegroeid in feite met het verhaal dat Miep hier geweest is. En mijn vader heeft dat al als een goede periode ervaren. En al die contacten door de jaren heen, ja, zijn wij wel gaan waarderen van hetgene wat er gebeurd is. Hè? Hoe het gebeurd is en dat de relatie in stand gebleven is, nog steeds. Dus op zich, vanuit dat oogpunt maakt het wel indruk. Tienduizenden kinderen uit het westen sterkten aan in het oosten en noorden van ons land. De gastgezinnen van toen worden komend weekend bedankt. Want die had ook gezegd, na zoveel jaren hebben jullie wel eens wat teruggedaan naar die mensen. Nee, nog nooit. Hij zegt, nou, dan wordt het wel eens een keer tijd dat jullie in Rotterdam ook eens een keer je neus laten zien. Dus zodoende. Het is natuurlijk jammer dat mijn ouders dat niet, of mijn vader dat niet meer kan maken. Maar ja. dat is dan niet anders. Zoals leven een beetje, hè? Als ik hier loop, huil ik altijd. Ik kan er niks aan doen. Altijd. Het is hier gewoon wat. Een veilige plek. En zaterdagavond is er in de Rotterdamse Laurenskerk een reunie van Rotterdamse bleekneusjes en hun gastgezinnen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws voor vandaag. Meer nieuws is te vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder en een mooi weekend. Dag!